Bo van Erve Dorens heeft een exclusieve wintereditie van Casa di Bo gelanceerd, waarin BN'ers zoals Ruben Nicolai, Maurice Stein en Gordon verwend worden in een luxueus verblijf. Het normaal zomerse programma, opgenomen in een Italiaanse villa, krijgt op 7 januari een ijzige twist. In een preview van de show onthult Gordon stevige uitspraken, waarbij hij iemand beschuldigt van karaktermoord en hen oproept zich diep te schamen. Het afgelopen jaar was Gordon betrokken bij diverse conflicten, van een verbroken verloving tot contractbeëindiging bij SBS 6 en kritiek van onder andere Johan Derksen en Gerard Joling. Ondanks zijn turbulente jaar, staat Gordon op het punt te schitteren in een Nederlandse speelfilm en zal hij optreden bij Omroep Max. Bovendien hint hij op een mogelijke reunie met Gerard Joling, al zal dat misschien afhangen van wat er zich afspeelt in Casa Dibault.